De winnaar is eenmaal kwijt, levenslang spijt. Oh, het vuurwerk. Stijn Damen mag met de eer gaan strijken. Zijn poster hangt straks door heel Nieuwegein. Helemaal adrenaline, ik tril nog steeds. Twee schoolklassen mochten meedoen. De meeste inzendingen zijn iets wat luguber, maar dat moet ook, vindt Stijn. In mijn mening moet het een duidelijk beeld zijn en ook iets wat blijft hangen. Maar je moet het niet traumatiserend maken voor zeker ook hele jonge mensen. Dus ik was niet van plan bijvoorbeeld een gat in iemands gezicht of zoiets. Dat zou te erg zijn. Niet te heftig dus, maar de poster moet natuurlijk wel opvallen. Elk jaar worden honderden mensen slachtoffer van vuurwerk. Dit is een van onze loodsen en hier in totaal ligt ongeveer 500.000 kilo aan vuurwerk. Hier in Veenendaal zijn ze niet alleen druk met de verkoop van vuurwerk, maar ook met de veiligheid. Ik denk dat het een stukje mannengedrag is die graag een groter product hebben als de rest. Maar ja, daar verlies je de veiligheid mee. Ja, daar rij je ook nog steeds heel veel mensen te hard. Dat is ook zo'n voorbeeld, maar ook niemand gebeurt toch. Even opletten allemaal, want zo hoort het. Ik ga nu mijn jas uit doen, want ik heb een capuchon. En wij zeggen altijd, als je vuurwerk afsteekt, zorg dat je geen capuchon op hebt. Veiligheidsbril op. Ik ga het product neerzetten op een vlakke ondergrond. Met een gestrekt arm steek ik de lont aan en ik loop weg. Knallen maar. En nu hopen dat de poster indruk maakt. Of het werkt, dat moeten we nog zien natuurlijk.